Telesuur heeft 4 perfuserpompen gedoneerd aan het diaconessenhuis. De officiële overhandiging vond vanmorgen plaats op de kinderafdeling. Perfuserpompen zijn van belang om op een adequate manier medicatie en vocht toe te dienen. Kinderarts Marguerite Muringen zegt dat de kinderafdeling zeer ingenomen is met deze geste. Wilco Seilmans, hoofd kinderafdeling Diaconessenhuis, geeft aan dat met het gebrek aan basismiddelen het heel veel deskundigheid en liefde vergt om het werk te doen. Maar dat alleen gaat ons niet datgene brengen wat we nodig hebben. We hebben nou eenmaal geld en of materials nodig om fatsoenlijke zorg te kunnen blijven geven. En, ik was vorige week op transport met een babytje die naar Colombia moest vervoerd worden. En we zaten in de ambulance en we hadden 3 van deze pompen nodig. En dus ik vroeg me echt even af, omdat het kind dus heel veel medicijnen nodig had. Ik vroeg me echt even af van, oh jee, maar hoe gaat de rest van de afdeling nu doen? Want we hebben denk ik bijna de helft van het aantal pompen nu alleen voor dit kind nodig, bij wijze van spreken. Ja, dus het is constant zoeken met de middelen die je hebt en zo goed mogelijk inzetten. Dus ja, dat blijft steeds een uitdaging. En daarvoor hebben we partners nodig en ik denk dat het daarom heel goed is. En we zijn natuurlijk heel erg erkentelijk dat Telesuur dit op zich heeft willen nemen. En ik hoop ook dat we in de toekomst wederom een beroep op jullie kunnen doen. Want geloof me, de lijst van materialen die wij nodig hebben is heel lang. De medisch directeur van Diaconessenhuis, Julian Pengel, vindt dat een ziekenhuis niet alleen maar afhankelijk moet zijn van donaties. Janice Asraf, manager corporate communication van Telesuur, zegt dat het bedrijf als onderdeel van de samenleving steeds teruggeeft in de vorm van duurzame projecten ter ontwikkeling van land en volk. In principe is de zorg ook een bedrijfsmachine. De zorg zou eigenlijk voor zijn eigen spullen moeten zorgen. Het is jammer dat dokter Seilmans noemde het al, dokter Muringen noemde het al. Hè. Suriname is een zodanige economische situatie verkeerd, dat we inderdaad van dag tot dag enorme problemen hebben in de zorg. Hè, we kunnen eigenlijk ook niet goed vooruitdenken, hè, want als je vooruitdenkt om structuren te maken, mis je het geld om te investeren. Achterstallig onderhoud van apparatuur, maar ook zelfs operationeel. Aankoop van medicijnen, medische verbruiksartikelen. Dat is allemaal van dag tot dag een enorm probleem. Dat je dan in principe op bepaalde punten afhankelijk bent van donaties, dat is geen goed teken. Telesuur is nu bezig met een Make an Impact campaign. Dat wil zeggen dat we gaan kijken van mensen stimuleren, Surinamers vooral stimuleren, om een impact te maken, om een blijvende indruk achter te laten in die samenleving. Kijk wat je talenten zijn en ontwikkel jezelf. En het kan nooit te vroeg beginnen. Begin bij de kleine mens. Laten wij een impact maken hier in het Diaconessenziekenhuis. En dan kunnen deze burgers later een impact maken in Suriname. En wie weet is de volgende persoon die kanker geneest of aids geneest hier in het ziekenhuis. Afhankelijk van deze pompen. Als dank voor deze geste ontving corporate communication manager Asraf een oorkonde voor het bedrijf.